Het Sranantongo is de spreektaal van nagenoeg iedere Surinamer. Er zijn nu ook grote groepen buitenlanders die zich in ons land hebben gevestigd en het Sranantongo redelijk genoeg beheersen. Toch bestaat de kans dat de taal verloren raakt als de woorden niet goed worden uitgesproken en ook als het Sranantongo niet als schrijftaal wordt ontwikkeld. Tot die conclusie komt Henry Bell van de werkgroep Sranantongo van de sociaal-culturele vereniging NAX. Mi esi a problema. Maar je sabi, mi kar een problema, maar in mi ati me denki taki an wan problema ef uno no wani taka de wan problema. Anga ef uno wani taka de wan problema dat wan taki san ben tak di gyons no a sistema, sa umu pot ya tongo wala umu uroko fumek dat ipsa. Dat wan taki, wan kriboy pisi, dat wan taki omus doen naar een ministerie dat na mi denki mi aba overtuiging dat mi aba bribi dat dat kom uroko naar een ministerie fu skora feersi fu kan sit want to sample tapling. Sranantongo werd vroeger alleen gesproken door met name Afro-Surinaamse volwassenen, maar werd heel snel overgenomen door andere etnische groepen die zich in de koloniale tijd in Suriname hebben gevestigd. Wanneer er in die tijd Sranantongo werd gebezigd met kinderen, waren die verplicht om alleen in het Nederlands te antwoorden. Door deze handelingen is de taal bij bepaalde mensen verloren gegaan en hechten zij minder waarde aan de taal. Ik leer na tongo. Dat is wat ik voor maar dat is eteri ki ala tongo. Ano zo. Because if you want to Frans tongo, dan moet je leren. Dan moet je tak tak man. Zo'n woord om je vindt, nou een vreemde woord om je nou aan takken. Alsof zijn de nee takken zo, maar de takken zo. Als je leert als een antongen, dan is dat een deva wiki op de neng, de moen op de neng. En dan, als je nog wint, dan is het een vreemde zijn. Wil je weten wie je bent? Maak de taal van de voorouders ook deel uit van jouw identiteit. Henry Bell die is van oordeel dat wij het Surinaams, Sranantongo dus, als taal altijd hoog moeten houden. Het hoort naar zijn zeggen gewoon bij de Surinamer. In een CP de jutongo de jotaki, na een sanisang amusfiti nien jusrefi. Isabi, dat wan taki bus identificeri sref na ngay tongo. Eit atongo di etaki, e jiwan pi self-bewustzijn. Dat wan taki mi ay kerin tak tapsang atongo wan tak jimi. Saya ay beteken jimi. En if uno aba kwechi dat taku doro a level taku kan tak ay mi e de biji jimi tongo. Mi de trots tap mi tongo. En mi e tek ten te wansap wansani me tek wan wortu buku da me nakopo da me suku sanasani. Because dat we do to toch na teratongo. Maar dat want ik wel besef dat ik om moet doen zo'n in mijn Sranantongo. We besef dat ik continu in Sranantongo. Op vrijdag 7 februari wordt er in samenwerking met NAX en de STVS het Sranantongo Dictee georganiseerd.